مدے لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. Dames en heren luisteraars, van harte goedenavond en welkom tot deze woensdagse aflevering van Rashid Pirkans Kal Ajorkal. Dit is de aflevering voor woensdag 12 augustus 2020. Kal Ajorkal wordt live uitgezonden vanuit Paramaribo, Suriname en is nu te beluisteren via de RBN radiofrequentie RP The Hot One 89.7 FM. Deze uitzending is ook live te zien via YouTube. Daarvoor gaat u naar de YouTube source, u slaat in RBN Suriname en dan volgt u de instructies. Kal Ajorkal is ook live te zien via Alpha Channel Televisie, Facebook kanaal, dus u gaat naar Facebook. U slaat in Alpha Channel Suriname, dan gaat u deze uitzending ook via Facebook kunnen volgen. Online is deze uitzending te beluisteren via de website van Dagblad Suriname. Daarvoor gaat u naar dbsuriname.com. En landelijk in ons eigen land is Rashid Pirkans Kal Ajorkal te zien via Alpha Televisie kanaal 5.2. Mijn naam is Farid Pirkan. Ik ben uw presentator voor gisteren, vandaag en morgen en zeg tegen u allemaal assalamu alaikum. Laat me zoals gebruik mijn plicht vervullen om alle mensen te condoleren die een dierbare hebben verloren. Ik wil u bij deze veel sterkte toewensen. Ik wil vandaag ook in het bijzonder mijn vriend Rudy Choi condoleren met het heengaan van zijn moeder gisteren. Veel sterkte aan Rudy mede namens mijn familie. De mensen die ziek zijn wens ik van harte beterschap toe en ik wens u allemaal een spoedig herstel. Voornamelijk de mensen die om gezondheidsredenen en mogelijk door besmetting van COVID-19 zijn opgenomen in een van onze ziekeninrichtingen. Daar wens ik u jullie allemaal van harte beterschap toe en overigens ook aan alle andere mensen die een andere ziekte hebben opgelopen. Goede gezondheid. En dan moeten we vandaag ook mensen feliciteren die jarig zijn. Want COVID of geen COVID, de jaardagen die gaan normaal door. Alleen worden de activiteiten op een andere manier gevierd en alles met een achtneming van de COVID-protocollen. Voor vandaag, 12 augustus, wil ik alvast feliciteren Rocky Mohammed Sultan. Hij wordt van harte gefeliciteerd, ook mede namens Arbelt, Nabi Baks, Sandra en kinderen. Ook mede namens mijn familie. Ik heb begrepen dat Rocky zijn feestje vandaag heeft ergens op Biggie Pan. En ik wens hem een heel, heel mooie jaardag toe en heel goede gezondheid. Sherif Zaburali willen we ook feliciteren met zijn jaardag vandaag. Varia Goudabux, die is vandaag ook jarig. Varia wordt ook van harte gefeliciteerd mede namens alle fellows en ladies van Lions Club Barwani. En wensen haar ook een heel plezierige avond vandaag. Natuurlijk met COVID-19 in acht nemende, want de jaardagen worden allemaal op een heel andere manier gevierd. En iedereen die nu jarig wordt in deze periode merkte dan ook voor het eerst wat het betekent om jarig te worden in een ongebruikelijke tijdperk. Dus iedereen die dat jarig wordt, zal tot de veronderstelling komen van hoe moet ik het nou vieren? Wat moet ik nou doen? Want zo was het vorig jaar ook niet en zo was het de jaren daarvoor ook niet. Het zijn allemaal nieuwe wenningsprocessen. Tom Helbert Wirt wil ik ook feliciteren. Jimmy Bozait is vandaag ook jarig. Een mooie avond verder aan Jimmy. En Jidendra Kalu en Nikeri is er vandaag ook jarig. Overigens, als u vandaag jarig bent op deze woensdagavond, waar u zich ook mag bevinden, wens ik u een hele mooie avond toe. De volgende mensen mogen hun jaardag voor morgen gaan voorbereiden voor donderdag 13 augustus. Onze eigen Pramila. Pramila is een van de top radiopresentatrices van ACME RP Radio 91.3 FM. Ze mag voor morgen haar jaardag voorbereiden. Ook Sharda, Iman Ali, Salamat en Jurgen Rijman mogen hun jaardag gaan voorbereiden. En voor vrijdag 14 augustus, helemaal in India, Bangalore, India, moeten we van harte feliciteren. Met zijn goede voorbereiding naar zijn jaardag toe is Asif Iqbal. Ik wil overigens alle mensen die
jarig zijn. Er gaan uiteraard veel meer mensen jarig zijn, maar er zijn wat namen die bekend bij me zijn. Wens ik u allemaal een goede voorbereiding. Het is heel anders een jaardag te vieren in COVID-19. Ik heb het onlangs zelf mogen meemaken. En ik dacht bij mezelf van, hoe gaat dat nou aan toe? Wat mag je doen en wat mag je niet doen? Want er zijn regels, er zijn protocollen waaraan wij als burgers ons moeten houden. Dus dan kijk je van, ja, kan ik nog wat doen of kan ik niks doen? Hoewel iedereen wel begrip heeft dat mensen hun jaardagen op een heel ongebruikelijke manier moeten gaan vieren. Mag ik wel zeggen dat wat die van mij aangaat, dat was afgelopen zaterdag, hebben de fellows en ladies van Lions Club Parwari me aangenaam verrast. De dag daarvoor, dat was op 7 augustus. Dan moet ik ze heel hartelijk dank zeggen dat ze een drive-thru birthday party hebben georganiseerd. Want je mag niet bij elkaar zijn, maar je mag wel even langs de regen en wuiven en toeteren. En nog binnen een flits van een moment mag je een aardigheid gaan uithalen. Dus ik zeg de fellows en de ladies van Parwani heel hartelijk dank. En overigens ook alle mensen die de felicitaties hebben doen overbrengen naar mij via WhatsApp, e-mail, Facebook en Twitter, alle vormen die ze hebben gebruikt van social media, wil ik iedereen bij deze heel, heel hartelijk dank zeggen. Maar u gaat het ook een keer merken, zolang COVID-19 er is, het coronavirus er nog is, gaat u het ook een keer meemaken dat de jaardag of uw jaardag op u gaat moeten vieren op een heel ongebruikelijke manier. En toch nog gaat u moeten zeggen, hey, bedankt dat ik er ben. Bedankt dat ik een jaar er nog bij heb gehad. En toch nog bedankt dat ik mensen heb kunnen bedanken op een heel andere manier. Maar iedereen gaat het meemaken. We zitten in een ongebruikelijke tijdperk van de mensheid. In een ongebruikelijke tijdperk voor ons allemaal in de wereld. En ook in het bijzonder in ons eigen land. De internationale olieprijzen voor u. Een vat olie noteert $45.33. De goudprijs noteert $1,900.19. U kent het verhaal van de goudprijs. Wanneer mensen angstig zijn, rennen mensen naar goud. Goud is een angstproduct, eeuwen oud sinds de mensheid bestaat. En doordat mensen weinig mogelijkheden hebben om beleggingen te doen, want de wereldeconomie die is gekelderd, die reboot nog niet als zodanig als hoe het moet, dan mensen die aan beleggingen doen, die beleggen dan in goud. Want je kan ook in goud beleggen, dat kan ook. Dat kan via de brokers agency, dat kan via de banken, kan je ook in goud beleggen. En vandaar dat je dan plotseling krijgt dat mensen veel meer naar goud gaan. We zien ook de afgelopen periode sinds COVID-19 er is dat veel landen ook relatief veel meer goud opkopen dan voorheen. Waardoor die goudprijs automatisch omhoog gaat. En het is een ongekende hoogte voor de goudprijs. De laatste keer dat de goudprijs zo'n enorme hoogte heeft bereikt was rond de periode van 1928-1930. Het is heel lang geleden dat het ooit zo'n hoogte heeft gehaald. Als we kijken naar de euro en de dollar, dan zien we dat de euro enorm sterk is. De dollar is aan het ontwaarden. En de notering daarvoor is 1,17. Onze eigen lokale koersen, dit zijn de onofficiële koersen die ik doorgeef, die u mogelijk wel of niet kan vinden. Voor Giraal is het 14 SRD en 25 cent voor 1 Amerikaanse dollar, dat is heel erg hoog, echt waar. Het is ongekend hoog. Giraal gaat dat voor 14,25, dat betekent dat is voor de aankoop. De verkoop noteert 14,75. Voor contant gaat dat voor 15 SRD over de toonbank en de verkoop is 15,35. De euro noteert 15,15. Om 15,50. Dat zijn de informele koersen. De informele koersen die gehanteerd worden. Er is Kalajorkal, wat ander nieuws dat ons toch als land en volk bezighoudt, is een en al COVID-19. De regering heeft drie primaire uitdagingen voorlopig. Drie
primaire uitdagingen. Ja, natuurlijk is alles een uitdaging, want als alles kapot is, is alles een uitdaging. Maar er zijn drie primaire uitdagingen. 1. Het financiële gedeelte te stabiliseren, want je kan nog geen groei meemaken. Want om groei mee te maken moet je produceren, dat gaat voorlopig niet lukken. Maar je kan het wel ergens gaan stabiliseren, dat is 1. En ten tweede is belangrijk COVID-19 onder controle krijgen, want dat kent geen grens. Dat kent geen bevolkingsgroep, dat kent geen ras, dat kent geen cultuur, dat kent geen religie. Dat is overschrijdend en dat raakt iedereen. Dat is de tweede uitdaging voor de regering. En de derde uitdaging voor de regering is om die scholen open te krijgen op 1 oktober. Dat is een enorme uitdaging. Dus er zijn drie primaire uitdagingen vooralsnog. Hoewel we kunnen zeggen, ja, onze stranden zijn kapot, onze scholen moeten schoongemaakt. Die zijn natuurlijk ook uitdagingen, maar als je ze in een top 3 zou plaatsen, dan zijn het de drie die ik daarnet voor u heb genoemd. COVID-19 situatie in ons land. Jammer genoeg, 39 mensen zijn overleden in ons land. 39. Overal zijn er 2529 positief. En er zijn ook wel 1712 mensen genezen. Dat moeten we ook allemaal daarmee rekening houden. De overheid heeft rules en regulations vastgesteld waarom wij ons moeten houden in verband met COVID-19. Kijk, als de burger zich daaraan... Kijk, een overheid kan allerlei regels maken. Dat is geen rocket science. Je gaat naar het parlement, je legt je verhaaltje uit en het parlement zegt prima. Dan heb je een probleem. Wat moet je dan ermee doen? Dan kan je het bekendmaken aan die samenleving. En dan heb je een handhavingsprobleem. Een handhavingsprobleem kan op twee manieren gebeuren. 1. Die overheid doet dat heel strak. 100% strak als je de regels overtreedt. Maar het ligt ook aan zelf aan de burgerij. Als die burger niet wil horen, dan mag je welke regel gaan maken, het gaat niet werken. Maar COVID-19 brengt iedereen levens in gevaar. Dit heeft niets te maken met een avondklok, want dit is geen avondklok, dit is een uitgangsverbod. Avondklok hadden we in een periode tijdens de militaire regime in de jaren 80. Daar hadden we dat periode, dat was een avondklok. Dit is geen avondklok, dit is een uitgangsverbod ter bescherming van de burgerij. Maar daarop komen we later weer op terug. Heel opmerkelijk dat onze president, Chan Sant'Oki, afgelopen weekend naar Guyana is afgereisd om de inauguratie bij te wonen van de Guyanese president Irshad Ali. Ik weet dat het een hele poos, ik dacht dat het 3 tot 4 maanden heeft geduurd voordat er uiteindelijk een besluit is gekomen in Guyana wie de winnaar was geworden van de verkiezingen. Want Granger wilde zijn verlies niet erkennen. Uiteindelijk is het besluit genomen dat de PPP, onder leiding van Irshad Ali, de verkiezing heeft gewonnen. Maar de tweede sterke man is Barre Jackdeo uiteraard in de PPP. En de inauguratie heeft afgelopen weekend plaatsgevonden. En de president is afgereisd met een heel kleine delegatie. Echte kleine delegatie in een heel klein vliegtuigje. Hou dat ook vast. Hij is niet gegaan om te zeggen van, hey, geef me die grote SLM-kist. Ja, waar het pakweg misschien 150 mensen in gaan. En ik wil even naar Guyana met 5 mensen. En neem ik heel eens niet. Dat heeft hij niet gedaan. Nee. Hij is met een heel klein vliegtuig van, als ik het goed heb, van de maatschappij Gum Air gevlogen naar Guyana. En die informatie hebt u intussen al gekregen. Dat is geen nieuws. Maar wat wel nou bekend is geworden, dat de Guyanese minister van Buitenlandse Zaken, die is positief getest geworden. En doordat die in contact is gekomen met het hele kabinet van Guyana, wordt nu het heel Guyanese nieuw kabinet onder leiding van Irshad Ali getest. Dus nogmaals, die foreign minister of Guyana, die is COVID-19 positief getest. Dus de mensen die ook daar waren van de Surinaamse delegatie, die ook contact hebben gehad, voornamelijk met de minister van Buitenlandse Zaken, die moeten sowieso urgent getest worden. En het is wel bekend, de foto's zijn ook zichtbaar, dat onze minister van Buitenlandse Zaken, Albert Ramdin, ook een bilateraal gesprek had met de Guyanese minister van Buitenlandse Zaken. Dus Albert Ramdin moet sowieso snel een test gaan doen. Overigens is het goed dat alle mensen die in die delegatie waren ook een test gaan doen, want in Guyana wordt het heel kabinet van Guyana nu momenteel getest tegen COVID-19. En laten we de wens uitspreken dat het goed afkomt met allemaal en ook met onze eigen mensen. Dit is Kalaan Jorkel. Laat me de telefoonlijnen voor u opengooien en u weet, we gaan lekker babbelen, we gaan lekker praten. U kent de rules en regulations. We gaan niet moeilijk doen. U mag uw mening geven. Beledig geen mensen. Praat precies hoe u tot uw eigen kind zou praten.
Als je ze gaat misdragen, ga ik er euro uithalen. Het is niet moeilijk. En dan gaan we lekker doorfietsen. Maar er is Calandric al 25 jaar in de lucht. En iedereen, de meeste mensen kennen de rules en regulations al. Wat ik ook wel weet is dat vele mensen graag luisteren en kijken naar deze uitzending. En er zijn toch een, het is toch altijd een groep die zegt, hey, ik wil ook mijn mening geven. We verwelkomen uw mening, want we leren gezamenlijk ook veel uit de meningen van de burgerij. Is de burgerij mening, wat zou je zeggen, alle meningen, maar alle goede meningen, die worden dan steeds door andere mensen meegenomen en dat vormt onze maatschappij. En dat is Calandric. Laat me u nog wat andere informatie doorgeven. Is dat in Brussel, dat is de hoofdstad van België, is nu besloten dat mondbedekking, zowel mondkapjes verplicht is gesteld. De VS verzekert zich van 100 miljoen doses coronavaccin. Het aantal besmettingen in Aruba stijgt heel erg snel. Ruim van 100 naar 600 gevallen op Aruba nu momenteel. Het eiland telt ruim 100.000 inwoners. Bijna 13.000 mensen zijn inmiddels getest op het coronavirus. Rusland claimt als eerste een coronavaccin ter wereld te hebben. Hoewel enkele landen en de World Health Organization nog eraan twijfelt, willen ze de rapporten zien of het wel correct is. Rusland noemde beschuldigingen dat het Russische coronavaccin onveilig is, ongegrond en gedreven door concurrentie. Het besluit van Moskou om het goed te keuren voordat de laatste proeven zijn afgerond, heeft bij sommige experts tot bezorgdheid geleid. Slechts ongeveer 10% van de klinische tests zijn succesvol en sommige wetenschappers zijn bang dat Moskou nationaal prestige boven veiligheid stelt. Goedenavond, dit is Calandric. U bent in de uitzending en bedankt voor het wachten. Ja, goedenavond, meneer Farid Pirkan. Hoe gaat het met u? Prima, dank u wel. Ja, meneer Pirkan, ik wil vandaag zo beginnen. U weet niet goed te schuilen. En om goed te schuilen moet je in de militaire dienst zijn, want je bent dus een slechte schuilenaar. Ja? Okay. En nu pas begrijp ik waarom zaterdag geen programma was van Calandric. Ja. En bij deze wil ik alsnog u van harte feliciteren met uw 60ste verjaardag. Ja, en mogen God u kracht, wijsheid geven, zodat we verder het uw programma mogen door blijven bestaan. Oké, okay, dank u wel. Ja. Gaat u gang. Wil ik gaan, meneer Beethoven. Meneer Pirkan. Dat u weet, de regering zit in een heel diep, heeft een heel diepe gat. Ja? De kas is heel diep, heeft een grote kuil en heeft het geld nodig. En het grote deel van de samenleving betaalt geen belasting. Dus ik had een voorstel, als de regering kan BTW invoeren, zodat iedereen belasting betaalt. En daarmee kan de regering meer geld in en verder zijn programma, ja, uitvoeren. En ik hoop dat u gaat hierop ingaan, meneer Pirkan. En dat was mijn bijdrage voor vanavond. Ja, dank u wel. Hi, dank u wel, dank u wel. Kijk, wanneer een regering aantreedt, welke regering dan ook, de afgelopen 30 jaar is het verhaal hetzelfde. Wanneer men aantreedt, hoor je altijd: we moeten meer belasting heffen, we moeten betere belasting heffen, we moeten beter controle doen, we moeten belasting gaan halen bij wie belasting moet betalen. Ja, dat is geen nieuw verhaal. Wat er wel altijd ontbreekt, is dat het systeem dat het moet doen, niet goed georganiseerd is. Het systeem dat het moet doen, is niet goed georganiseerd. En waarom is het niet goed georganiseerd? Is niet omdat de mensen dat niet willen. Er is niet geïnvesteerd in dat systeem. Als je niet blijft investeren in een modern, hypermodern belastingorganisatie, dan blijft het verhaal hetzelfde. Maar wat BTW aangaat, heeft de vorige regering het geprobeerd in te voeren. Ze waren al begonnen met
campagne. Ze waren al begonnen met informatieve uitzendingen. Ik heb zelf een heel leuk interview gehad met een van de consultants nog in Kalajorkal. Maar het is toen valikant mislukt. De invoering is niet doorgegaan, men had het niet onder controle en men heeft het tot 2 maal toe moeten verschuiven. Gewezen president Bouterse had zelf een streefdatum genoemd en die streefdatum was ook niet gehaald. Ondanks het feit dat hij een streefdatum had genoemd, hadden mensen hem toch het voordeel van de twijfel gegeven door een nieuwe timeline uit te zetten. En die minister Hoefdraad, die toen minister was, had een nieuwe timeline uitgezet en het was mislukt. Dus BTW is gebruikt in vele landen in de wereld, want BTW is niks anders. Het is niets anders dan hoe meer jij consumeert, hoe meer jij diensten en producten gebruikt, hoe meer jij betaalt. Het is een simpel model en dat is een zeer rechtvaardig model. Het is om het in het heel klein uit te leggen, als jij 1 frisdrank drinkt, dan betaal je op basis van 1 frisdrank. Maar wanneer jij 10 frisdranken gebruikt, dan ga je betalen op basis van 10. Dus zo werkt dat systeem en dat is een rechtvaardiger systeem dat gangbaar is in de wereld en we moeten er naartoe. En ik denk een land dat ons kan helpen is Nederland. Nederland heeft een goed georganiseerd BTW-systeem. Nederland heeft veel ervaring met haar belastingdienst. Want als mensen trauma krijgen in Nederland, dan zijn het om 2 dingen krijgen ze een trauma in Nederland. Dat zijn de weersomstandigheden daar en van de belastingen. Dus ze hebben een goed georganiseerd belastingssysteem en misschien met het herstel van de relatie met Nederland kan op basis van de fin-fin-relatie, dat is de relatie tussen het ministerie van Financiën en het ministerie van Financiën Nederland, kan men weer dit oppakken om onze mensen, let wel, onze mensen te trainen, te scholen, hoe het te gaan doen. U bent in de uitzending, bedankt voor het wachten. Goedenavond, meneer Pirkan. Goedenavond. Dus BOG heeft een, ik wilde wat meedelen hoor, wat ik persoonlijk vandaag heb meegemaakt. BOG heeft een bekendmaking geplaatst dat maandag, woensdag en vrijdag, 10, 12, 14 augustus, gratis getest kan worden op COVID-19. Zonder afspraak, tussen 10 en 2. Nu staan mensen vanaf, ik ben vanaf 10:45, 's morgens, sta ik in de rij. Mensen worden geholpen, vragen worden gesteld. Plotseling zeggen ze, als je geen symptomen hebt, moet je dan weg. Al wordt er aangegeven, je bent in contact gekomen met iemand die COVID-positief is getest. Men zegt, als je geen symptomen hebt, moet je niet hier zijn. Je moet wachten totdat je symptomen hebt. En punt 2, we zijn nu aan de beurt, persoonlijk. En die dame zegt, van, het is al 12:00, het is druk en we gaan niemand meer helpen. Jullie mogen weg. Vooraf is er niks gezegd en nu geven we aan, je geeft een tijd van 10 tot 2 en nu stop je 12:00 zonder een mededeling van vooraf te melden mensen, jullie hoeven niet meer aan te sluiten, het is druk, jullie mogen weg. We staan in de rij te wachten totdat je aan de beurt komt, 3 kwartieren. Je geeft aan, je hebt symptomen, hoesten, niezen en warm. Nu zegt die persoon, oké, is goed, ik ga even binnen informeren en ik kom terug. Na 45 minuten komt ze en zegt ze van nee, sorry, het is te druk, jullie kunnen niet geholpen worden. Er zijn 178 en andere RGD-polies waar je moet gaan. In de tussentijd hebben we ook andere mensen gevraagd die daar helpen van waarom moeten we zo lang wachten in de zon, terwijl er een tent is, niemand mag erin staan. Je moet gewoon in de zon staan wachten en het scheelde gewoon, niemand die daar werkt heeft. Niet eens een verontschuldiging. En als men klaar is en komt, dan praten ze ook zo onbeschoft. Van alsof we geen mensen zijn en zij ons een genoegen doen. Dus ik weet, door COVID zijn er heel veel mensen in de ziekenzorg die hun bijdrage heel goed leveren. Maar ik vind, als je iets organiseert, doe het dan goed. Als je weet, het wordt druk, je gaat niet te ieder kunnen helpen, begin de rij vooraf. Toch af te bakenen en mensen te zeggen van kijk, we gaan zoveel mensen helpen, jullie hoeven niet te wachten. Prima. Want van 10 tot 2. We begrijpen het. Ja. We begrijpen het, ik begrijp het verhaal. En er zijn ook op een heel niet nette manier is er met ons ook gegaan, maar oké, dat zal ik niet zeggen, gezien ook de regels die er zijn. Maar ik vind dat men toch beter op deze dingen moet letten. Oké, dankjewel. We nemen dit mee ter kennisgeving, is een persoonlijke ervaring van een burger
Maar ik neem ook aan dat andere mensen ook een andersoortige ervaring hebben dat mogelijk anders is. Misschien met de aanwijzingen die daarnet gegeven zijn, zouden de mensen van het BOG misschien een organisatie kunnen aanscherpen. Misschien kunnen ze, zover het juist is, kan je niks aan proberen te doen om je organisatie aan te scherpen. Er zijn inderdaad wat regels, want ik belde ook mijn huisdokter op om te vragen wat zijn de rules and regulations. En inderdaad is het zo, als je nog geen griepsymptomen hebt of hoestsymptomen, dan krijg jij die voorkeursbehandeling niet. En dat zijn die standaard protocollen. Vandaar dat de mensen die die symptomen hebben, hoogwaarschijnlijk ook een voorkeur krijgen. Dus, en men kan tussen 10 en 12 sowieso een x-aantal mensen maar helpen, want je kan het gewoon uitberekenen. Ik weet niet hoeveel mensen ze daar hebben om te testen, dat weet ik niet. Maar als je 2 mensen hebt bijvoorbeeld die testing doen, en je hebt tot 10 tot 2 kan je doen, kan je gewoon uitberekenen hoe lang duurt 1 persoon om te testen. En je hebt er 2 mensen, je zet het in een timeline uit, dan weet je van, hey, ik kan tussen 10 en 2 maar 300 mensen doen, bij wijze van spreken. Geef maar een voorbeeld. En inderdaad sluit je die tent eerder af, zodat de overige mensen niet hoeven te wachten en naar huis kunnen gaan. Maar goed, het is een klein beetje organisatie. En belangrijk is, in deze tijdperk waarin we leven, moeten we meer dan ooit geduld opbrengen. Meer dan ooit geduld, omdat overal is de situatie anders. Overal is de situatie, het is gewoon even geen normaal leven meer. Maar laten we deze opmerkingen meenemen. Mensen van meenemen en kijken of ze even hun organisatie kunnen bijschaven. Maar ook nog de mensen van het BOG, bedankt dat jullie goed werk doen. Want die mensen moeten er ook zijn. Houdt u dat ook vast. U bent in de uitzending. Goedenavond. Goedenavond, meneer Pirikan. Met Ricardo. Ja, Ricardo. Via u wil ik graag een verzoek doen aan de minister van OE. Om een onderzoek te plegen daar. Er is daar een pomgemaal aan de David Simonstraat, Opdoek, Anton Drachtenweg. Het pompgemaal daar wel al jaren niet. Wat bleek nu, dat is al een tijdje gaande, aan de rivierzijde, ik weet niet of het uitgegeven is of niet, is er een snackbar daar waar ze vinden ze zich te verkopen. Dus ik weet niet, er is helemaal geen onderstrook meer, een onderhoudstrookje. Want het rivier, het water van de Boomskriek daar, zou moeten uitmonden in de Suriname rivier. Maar waar het nu gaat, weet ik niet, want pompgemaal werkt niet. En aan de rivier zijn ze helemaal uitgegeven, helemaal dichtgeslipt daar. Ik zou graag willen hebben dat de minister van OW, okay, of ook misschien RGB zelf, een onderzoek instelt. Van wat de status van dat onderhoudstrookje daar. Aan beide zijden. Aan de linkerzijde heb je daar een soort visfabriek daar, waar ze ijs verkopen. Een soort aanmeerstijger voor vissers. En de rechterkant woont de beheerder die de pompgemaal moest beheren. De heer Salons. Oké, dank u wel. Dank u wel. Ik ga er gevoeglijk van uit dat gedurende deze uitzending, wat overigens al jaren gebeurt, dat de minister, in dit geval minister Riyad Noor Mohammed, er kennis van neemt. En zover hij zelf geen tijd heeft om te luisteren, om te kijken, want het kan ook zijn dat hij zijn eigen dingen moet doen, houdt u dat ook vast, neem ik aan dat hij wel een ambtenaar of zijn ministerie die aantekeningen laat maken wat de burgers meegeven. En dat hij dan op zijn eigen manier ermee omgaat om te kijken wat op waarheid berust en waar nodig een oplossing voor gevonden kan worden. En dat moeten we overigens alle ministers gaan doen. De ministers zelf hebben geen tijd, dat begrijp ik ook, dat begrijp ik ook. Ze zitten niet te wachten op Kalajorkel, nee, want ze hebben ook hun eigen werkzaamheden te doen, ook al is het in de avonduren. Het kan ook zijn dat ze in de avonduren door moeten werken, maar ze kunnen wel iemand belasten om te kijken van wat wordt er allemaal niet mede gedeeld en wat moeten zij doen met die goede informatie die burgers ook wel geven in Kalajorkel. We doen het live vanuit Paramaribo, Suriname, wat minder goed nieuws. De politie vindt een lijk van een vrouw in verre staat van ontbinding.
De politie heeft het lijk van een vrouw aangetroffen in een huurhuis in de Irzila-straat te Paramaribo. Vermoedelijk gaat het om een Dominicaanse bij de naam Catalina Elizabeth de los Santos. Ze zou 31 jaar zijn volgens het paspoort dat ter plaatse is aangetroffen. De verhuurster van de woning had de verhuurder al enkele dagen niet gezien en ze merkte een onaangename geur vanuit het huurhuis. Goedenavond, dit is Kalaat Jorkel. Goedenavond, luisteraars. Goedenavond, meneer Pirkan en kijkers. Goedenavond, meneer Pirkan. Ik weet niet of het u opgevallen is, want in de assemblée heb ik zo'n beetje opgemerkt dat men soms het Surinaams of het Saramakaans gebruikt. Maar het probleem is dat er geen vertaling na die uitspraak komt. Dus ik wou zo'n beetje, ik weet niet of de voorzitter dat erop moet letten, maar ik denk dat zo'n beetje de voorzitter, de spreker, zo'n beetje tot orde moet roepen om zo'n beetje ook in een verstaanbare taal zo'n beetje te bezigen. Want het stoort sommige mensen, meneer Pirkan, echt, want ik heb vrienden in het buitenland die me hebben gebeld, wat soms bepaalde assembleeleden uitspreken, weet u. En ik heb gezegd zo'n beetje, ja, het is... Ze moeten het zo'n beetje aanleren. En zo, wat ik ook zo'n beetje naar voren wil brengen. In de vorige assemblee had mevrouw Simon zo'n beetje 3 of 2 maanden uitgetrokken om zo'n beetje een scholing aan die nieuwbakken zo'n beetje assembleeleden te geven. Ik weet niet dat of dit ook zo'n beetje een probleem zou gaan zijn om zo'n beetje een kleine scholing zo'n beetje aan hen die zo'n beetje niet gewend ben met de uitspraken, met bepaalde uitspraken, zo'n beetje... Zo'n beetje bij wat te leren, zo'n beetje. En ik hoop dat dit gewoon ter harte wordt genomen. Want het is echt vreemd, meneer Pirkan. Ik weet niet of u het zelf opgevallen is. Dat zijn mijn punten, meneer Pirkan. Oké, dank u wel, dank u wel. Meneer. Ik heb inderdaad een deel gehoord. Dat een van de parlementariërs, wie het precies was, weet ik weer ook niet. Wel, een dialect bezigde, zo je wilt, een taal bezigde. Dat niet verstaanbaar was door iedereen. En ook niet door mij. Ook niet door mij. We hebben verschillende talen. We hebben verschillende dialecten in Suriname. Maar de meest gangbare talen die we praten is Nederlands en gewoon Stads-Surinaams. Stads-Surinaams praten we. Maar nu wij een grotere groep van binnenlandbewoners hebben die parlementariërs zijn... Begrijp ik wel dat de taal machtig is en ze hoogwaarschijnlijk de Nederlandse taal niet zo machtig zijn als hun eigen taal. Maar er moet wel regelgeving komen dat het niet uit de hand loopt. Want anders gaan we het straks krijgen dat iemand de mening toegedaan zal zijn dat hij gewoon in het Javaans moet praten. Dan hoe ga je die persoon stoppen terwijl je de ander ook wel hebt toegelaten. Straks krijg je iemand daar die gewoon in diep Urdu gaat praten. Of iemand die gewoon in Sanskriet gaat praten of in Suriname Hindi gaat praten. De gangbare talen die we... Ik kan die persoon wel begrijpen, maar wanneer je een boodschap geeft als parlementariër, moet je wel die boodschap zodanig geven dat de gemiddelde burger het begrijpt en verstaat. Dus we moeten de talen die we bezig in het parlement wel onder controle houden, anders krijgen we morgen 10-12 talen daar. En je mag me geloven, dan wordt het een hele potpourri. Maar ik begrijp die persoon wel, want sommige mensen kennen hun dialect heel goed en ze willen iets kwijt, maar ze kunnen het niet goed doen in het Nederlands. Maar wanneer je ze loslaat in hun eigen ding, en dat begrijp ik, want taal is machtig, kunnen ze het heel verhaal vertellen, maar jammer genoeg kunnen ze het dan wel vertellen en kunnen alleen mensen verstaan die die dialect of talen verstaan en anderen dan weer ook niet. Dus er gaat een goed balans voor gevonden moeten worden. U bent in de uitzending. Goedenavond. Goedenavond, Mexikere. Yesiki, samsanang ayu. Ik zou voor je zingen, maar het gaat niet lukken. Dat is je excuus, no? Je hebt ook een excuus. Ik zou een moeilijk voor je zingen. Oké. Okay. Maar, als ik nog 100 no no de. Oh. Het werkt niet mee. Mijn beetje gado aan te weten. Als ik een kilo no no de koe vet, een kilo ik een tapu. Ja, ja, ja. Maar ik kom niet in de buurt van datgene. Ik ben rustig. Ik let op mezelf. Oké, geweldig, geweldig. Maar waar is dat niet?
Op je klet. No forceri visie moria. No Fransi visie. No Fransi visie. Die acharmante leeftijd. Wat een man. Kijk je wel aan zo net. Misschien een sweetie. Maar ik op Fransi visie de die acharmante leeftijd. Mijn ook al een leeftijd neem. Maar ook al een charmante leeftijd. Met je saptak soort leeftijd aan die. En een Fransi is de die moro. Wat een mooie fusie. Dat je Fransi ede die a charmante leeftijd dat hij. Maar ik kies me nog, ik wacht die boelaga voor kies me tapa die dis no. Miluki dok, miluki wat je hebt. Ik ben een volk after party. Ik ben niet gevaarlijk. Hey boy. Oh, je bent het apa party toe. Ik was helemaal, In het jouw oeile, bij wat je mij jaso. Ik ging me helemaal, precies dansie, helemaal. Ja, ja, ja. Ik ben nou een plezier, man. Ja. Ik ben mag. Bossing, ik ben bossing. Zeker weten, ja, zeker weten. Maar nog respect wat ons nou meemaakt. Ja, ja. Maar tika lobby. Oké. En tika grani. Ja, boe, dank u wel, dank u wel. Tika grani, want het is niet iedereen gegeven om deze charmante leeftijd. Want ik snap dat ik op 40 kom, ik 40. En de man denkt dat ik op 60 jaar. Oh, Jarkatori, Jarkatori. Ai. Oké. Okay. Ik doe 40, maar je denkt 50, maar hij maakt dat je 60 jaar. Dus dat is een charmante ding in je Libi. Oké. Alleen de kimus kom ik mooi, mooi zien, want dat is zo mooi. Oh. Maar ik denk, je was aan mij toch afwaar. Ja? Mij toch af? Oh. Toen je 60 jaar maar mij toch af, pa. Oké, maar nog haast er, nog haast goed gomorrow. No, no, man, travo. No, ik heb een beetje gado. Maar ik wil één ding zeggen met meneer Center. Mm-hmm. En het is mij, zeg je hoor, die heeft niks te maken met politiek. De voorzitter is een beetje te grimmig. Hij moet niet zo grimmig zijn. Hij moet zich een beetje anders gaan opstellen. Want hij is een voorbeeldfiguur voor de generatie, de nageneratie. Begrijp je? Dus wanneer hij dingen bepraat en napraat, moet hij letten op zijn grimmige praten. Want ik ben eens met meneer Center dat sommige mensen wel een kleine opleiding nodig hebben in het bepaalde taalgebruik. Het is wel vertaald, ik heb het wel kunnen volgen, maar men moet wel rekening houden met de statuut van de assemblee. En ik vind, op het ogenblik, ik ga het weer herhalen, misschien is het te veel, men moet een beetje rekening houden met de nieuwe generatie en die kijkt en volgt en de mensen die daar zitten. Dus dat is mijn zegje vanavond, mijn guru. En teka lobby. Oké. Okay. Hoor? Ja, ja. Ambossi. Hai. Ah. Aboom. Dankjewel, dankjewel. Dat is de beste vriendin in Kalanjorkel. En ik bedank haar ook voor haar enorme stimulans de afgelopen jaren. Want sommige mensen stimuleren je ook. Je kan fouten maken, dat kan. Niemand is perfect, maar je mag niet bewust een fout maken. Maar wanneer je ook een fout maakt, dan komen ze ook positief corrigerend naar je toe. En niet denigrerend aanvallend. En dat moet kunnen. En dat moet kunnen, dus ik bedank haar ook voor haar grote bijdrage in Kalajorkel de afgelopen jaren. En zo ook alle andere mensen. We gaan even naar de Verenigde Staten van Noord-Amerika. Kamala Harris wordt de running mate van Joe Biden wanneer de Amerikaanse presidentsverkiezingen gehouden zullen worden in november. In november van dit jaar komen er Amerikaanse presidentsverkiezingen. En de tegenkandidaat van de huidige president Donald Trump op presidentieel niveau, dat is de democratische kandidaat Joe Biden. Uiteraard moeten ze daar ook dan een vicepresidentskandidaat hebben. In Amerika wordt dat ook wel running mate genoemd. En Joe Biden heeft daarvoor Kamala Harris uitgekozen. Kamala Harris is een senator voor de Amerikaanse staat Californië. En dinsdag benoemd tot de running mate van de democratische presidentskandidaat Joe Biden. Als Biden de verkiezingen in november wint, wordt Kamala Harris de eerste vrouwelijke vicepresident, de eerste zwarte vicepresident en de eerste vicepresident van een Aziatische met een Aziatische achtergrond. Harris is 55 jaar oud
en komt uit een migrantengezin. Haar zwarte vader Donald Harris reisde in 1961 van Jamaica naar Berkeley om daar economie te studeren. Haar moeder, Shyamala Gopalan, immigreerde een jaar eerder uit India voor een geneeskundige studie. De twee immigranten ontmoeten elkaar in Californië in burgerrechtenactivisten situaties. En uit dit koppel is Kamala Harris eruit gekomen. Dus Kamala Harris is een half Hindoestaanse vrouw die de vicepresidentskandidaat is tijdens de verkiezingen in november. En ze is de running mate van Joe Biden. U bent in de uitzending, bedankt voor het wachten. Ja. Goedenavond, meneer Pikan. Goedenavond. U spreekt met meneer Enk. Ja, meneer Enk. Ik heb een voorstel. Doet u maar. Hoe denkt u de autobelasting in te voeren? Dat is één. En twee, de toeristische belasting. Iedereen die binnenkomt via Sanderij, die betaalt een bedrag van 100 of 200 of 300 euro of US. Iedereen is verplicht daar geld te wisselen. Zo draagt u bij aan de crisis, financiële crisis in het land. Dank u wel. Oké, dank u wel. De zogenaamde kentekenbelasting van ons land is nooit afgeschaft geworden. Het was altijd op het nultarief. Let wel, het is nooit afgeschaft geworden. Men kan altijd een cijfer erachter tegen aanvoeren. Dus dat kan anytime. Dat kan anytime. De vraag is hoe hoog en wanneer we het invoeren. Voor de mensen die daar hun automobiel hebben. Toeristenbelasting, dat is gangbaar in de wereld. Maar in de situatie van nu, waarin wij nul toeristen krijgen. De wereld krijgt overigens geen toeristen meer. Grote landen die totaal afhankelijk zijn van toeristen. Landen als Marokko, Tunesië, Egypte, Algerije. Neem bij wijze van spreken de CARICOM-regio hier, landen als Sint Maarten, Sint Lucia, Grenada. Deze landen zijn totaal afhankelijk van toerisme. Totaal. Wij zijn niet primair afhankelijk van toerisme, maar we zien het wel als een groene toegevoegde waarde op onze economie. Een goede toegevoegde waarde. Maar doordat toerisme in de wereld niet down is en je hunkert naar mensen, zou ik nou niet zeggen dat je in deze tijd, wanneer je hunkert naar mensen om een dubbeltje te brengen die ze moeten spenderen, dat je ze nu juist gaat zeggen, hey, weet je, ik wil nog een extra dubbeltje van jou. Dus het idee is goed, maar je moet wel timen wanneer breng je dat naar voren. Wanneer breng je het naar voren? Die op zich is niet nieuw. Maar wanneer je nou nul mensen hebt, ga je die ene persoon die verdwaald binnenkomt, bij wijze van spreken, nou niet zeggen, hey, weet je, jij moet nog even 100 euro bijbetalen. Weet je wat die man zegt? Oké, dan blijf ik hoogwaarschijnlijk weg van je land. Dus je moet het wel weten wanneer je het doet. Je kan het pas doen wanneer je toeristisch apparaat draait, mensen komen, dan kan je in een stappenplan het beginnen in te voeren. Maar toerisme is helemaal dood. Alle booking agencies liggen plat. Alle virtuele booking agencies als Expedia, Booking.com, Hotel.com, die staan hier bij de honderden mensen. Alle grote hotelchains leiden allemaal gigantische verliezen. Landen die totaal afhankelijk zijn van toerisme. Grote toeristische landen die miljoenen mensen krijgen per jaar. Die hebben een breed groot probleem, niemand gaat er meer. Dus alles kan, maar met de juiste timing. U bent in de uitzending, goedenavond. Meneer Pirkan, alsnog gefeliciteerd. Oké, dank u wel. Hey, meneer Pirkan, die meneer sprak daarnet over de belasting. De kentekenbelasting. Maar de kentekenbelasting is op nul tarief gebracht, maar waar die over betalen die belasting toch al op de benzine? Diezelfde belasting is toch overgeheveld naar de benzine? Hoe meer je rijdt, hoe meer je betaalt. Dus ik weet niet waarom die meneer die kentekenbelasting weer. En we hebben ook nog de wegenbelasting, rij- en voertuigenbelasting betaald die wij nooit terug hebben gehad. Dus ik weet niet waarom men steeds belasting en volk wil laten betalen. Inderdaad. Maar dan heb ik nu een vraag voor u, meneer Pierkaan. Voor mij. Het gaat om vakantiegelden over particuliere bedrijven. Hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Ik werk ongeveer 25 jaar in een bedrijf en ik krijg vakantiegeld altijd over het
vorige werkte dienstjaar. Hè? Dus ik krijg dit jaar augustus, ja, vakantiegeld over 2019. Toch? Maar nu doet de ronde in ons bedrijf dat wij vakantiegeld maar 35% gaan krijgen. Voor vorig jaar. En van dit jaar, dat is altijd zo geweest in het bedrijf, van dit jaar gaan we volgend jaar krijgen, 2021. Hoe zit de vakantiegeldbetalingen eigenlijk? Want ik kan er niet wijs worden. Is dat verplicht? Is het niet verplicht? Is het 100%? Of mag een particulier bedrijf zelf bepalen hoeveel procent dat is? Kunt u mij dat even uitleggen? Dank u wel. Oké, dank u wel. We hebben het hier ook. Ik moet even vragen hoe het hier werkt. Maar het is een primaire verplichting. Dat is bij wet vastgesteld. Het is geen toevallige bezigheid dat iemand in vaste loondienst aantal voorzieningen moet krijgen die bij wet is vastgesteld. Onder andere heb je dan recht op vakantiedagen tot een maximum aantal vakantiedagen. Ik dacht dat dat 18 dagen is. En je hebt recht op vakantiegeld, het x percentage van je loon. Hoeveel procent het is, ken ik niet uit het hoofd. Dat kan ik wel even voor u gaan navragen. Maar er zijn vaste regels daarvoor. En wanneer dat uitgekeerd wordt binnen dat bedrijf, dat kan het bedrijf intern afspreken. Sommige bedrijven doen het eind van het jaar. Sommige bedrijven zeggen nee, ik geef het halfjaarlijks. Zodat het tegen eind van het jaar ook voor het bedrijf hoogwaarschijnlijk niet te zwaar wordt om tegelijkertijd zoveel uitgaven tegen eind van het jaar te doen. Dus fact of life is, je krijgt het wel, maar de afspraken worden intern binnen die onderneming gemaakt. Krijg het over 6 maanden of krijg het aan de start. Maar wat het percentage aangaat, moet ik dat even goed de duidelijkheid wel even gaan navragen. Dit is Kalaan Jorkel. Ik hoop, even kijken, dus dan moet ik dit schrijven. Ik weet niet of Toshaar, maak je die aantekening ook voor me? Ja, oké, dat ik dit even weer moet gaan navragen, want het is vastgesteld. Goedenavond, u bent in de uitzending. Ja, goedenavond. Goedenavond. Ja, ik heb even een korte vraag over de COVID-19 situatie in Suriname. Hè. Er is, als ik zo kijk naar de statistieken op het net, de COVID-19 statistieken, dan zie je bijvoorbeeld Frans-Guyana heeft meer dan 8000 gevallen. En daar zijn maar 26 mensen of zoiets gestorven. Of 36 mensen, sorry. Aruba heeft 800 gevallen, er zijn maar 3 mensen gestorven. Dus als je zo naar de verhoudingen kijkt, dan is Suriname wel vrij hoog. Heeft dat te maken met die, denkt u, met die manier van medicatie of de manier van behandeling of het te vroeg wegsturen van mensen of dat soort zaken? Want je ziet dus landen met hoge cijfers, aantal besmettingen, maar met een heel laag sterftecijfer. Ja. Oké, ik weet niet waaraan het precies ligt, maar wat logisch is, Aruba heeft een klein oppervlakte, is een klein eiland. In principe kan je zeggen, om niet vervelend te doen tegen Arubanen, is een rots. Als je een steen gooit van noord naar zuid, dan hoor je het ook nog vallen aan de andere kant, bij wijze van spreken. Dus het is een klein landoppervlakte. En ik denk dat wanneer een land een klein oppervlakte heeft, dan is het makkelijker te controleren. Is een klein oppervlakte. Wij daarentegen, ons landoppervlakte is 164.000 vierkante kilometer. Weet u hoe groot Suriname is? Ik kon er even biggie. Heel groot, open grenzen, veel illegale open mogelijkheden. In Aruba kan je niet makkelijk binnenwandelen, illegaal. Het is een eilandje. Het is omringd door water. Het is controllable. Bij ons is het niet controllable, hoe graag we dat ook willen. En we hebben weinig mensen qua aantallen. Inderdaad hebben we 750.000 mensen, maar die zijn verspreid over een vrij groot oppervlakte. Het overgroot deel van onze bevolking, we weten waar die wonen. De statistische gegevens zijn bekend. Paramaribo en Wanica zijn de twee most crowded places waar wij blijven. Maar de rest van het deel is verspreid over het hele land. En de mensen die in het achterland werken, in het binnenland, die werken vrij verspreid. Dus ons landoppervlakte is groot, waardoor de controlemechanismen uit te voeren op ons oppervlakte is nog ingewikkelder dan op een
kleinere oppervlakte, denk ik. U bent in de uitzending, goedenavond. Hai, goedenavond. Hai, dit is inderdaad. Over someone taki, naar Iwan, hè? Ja, ja, ja. Maar lang, hij nog bij bel. Soms kan ik bij mijn epicum nog even de meidieren. Ik kan het niet voor samen taki. Gitu, oke, cago, cago. Dat kom je daar goed door, hè? Dat de man die gaat, ik want de schrijf toch kolen, maar dat de man schreef, give me one note. Bij contant opname, dat de mij brengen rekening, die 750 tot bedrag van 2500 schulden. Mijn man begreep dat gewoon coöperatie, de man om mij die schriftelijk let dat zoals aan het gebeurt. Dus eigenlijk, 150, zei Tiki, het kost 157,50. En mijn vriend Tiki, dan 95% ammonifie, dat was 150 gulden, want dan meet ik 5%. Dus, apis dat mijn doen aan het checken. Nou, want er apis het, mijn vriend Tiki, anticorruptie, dat was boemzaam, maar dan moest begin in de assemblee. Voor zij de metaka in de assemblee. Je hebt alle soort centra van de vijfde soort monetik en zo. En want er is een tando aan dat toe. Dat feitelijk tegen voor kiezen tegen kiezen. Aparte kiezen zetel. Maar aparte in kies harmonie. Personen en kies harmonie. Mij vind niet dat die aparte harmonie moet start wanneer de leden na de interactie start die aparte. En if aparte en kies harmonie, dat de man kan ouwe ontwikkelen in zo'n zo'n mij vind niet. Want partij aan ons tot de verkiezing en met die bari. A partij moet het dat die vanaf je go suku apis grong. In om gona ministerie. In gona i partij met de man set apis dat die want kan die nabamon. Met de leader serefi de man e actie collectief beseke. Want de mei tak da yo sera grong da yo so. Met a partij serefi de collectief beseke en voor de leader. Dat een kan oppo en iji ontwikkelingsprogramma voor mekdensma kan doen hoe dat die productie. Wat me bedoel dat die, alweer zit dat over wel loze. Binnen den partij de luku u abgrond. Faya gronde in Aroko. Me bedoel dat die, landarbeiders de altijd van hoe de landbouw want tro agrarische schuur en zo. Me bedoel dat die den partij moet ze roken nu. Ano te pot demanda besturen kon gudu na nga suma go so in assemblee ala so tsani de mei set gide en trefi. Dranga fomoni. Brada luku wa nu regeren kon. Mi feni take fun biganga anti-corruptie. Ko bigine ina bestur. Ko bigine sakatabron. Ko gona decentralisasi. Wa mi feni take ino kan deko ko use fu an district. Da mi mi leis wantan las fu yogi. Dat ga man fijn kakken, dat ga man no bego no. Maar if you serif in a assembly let for a district, je rei ala de zijn dat district. Dat fa you ne anta meren san dat tega roko. Dus me bedoel dat no one real organisaties le moest kom binnen de politieke organisaties funo. Look who no no score of COVID. Ala den parte a boom digisal, ma minere no one e pote terbes keke fu underway. Wat dat dem chibben kans do a COVID san kook tuto, want de man op boem biggie clubhuis. Met bedoel dat met de man schrift voor een volk tegemoet. Stel een ruimte ter beschikking voor een buurtdesnoos. Toch? Want hoe de inwaan tempe de man doen 2 meter afstand. Dus, brada, look wat er zal bakken, een pensioentorie. De biggies maar bij wat aan de bankies, aan de maatschappij, zo de bari. Maar eigenlijk, mij vindt dat zodra je start pensioen, en mij volgens mij bij een pensioen gerechtig de leeftijd, mij ben de bijzonder lid. Want a de in BBG, je kan bijzonder lid zijn. Volgens je tap je 60ste jaar. Zodra, waar mij ben gewoon lees naar verkeer, dan mijn gries met de voorzitter. Dat op dat moment, want dat vaak kan dat mij bij pensioen, maar noem maar de lid. Toch? Hoe zijn die in de 60? Nou, ik ga om mijn money. Toch? Dat man, de man op ons aan het bijzonder lid. Mij ben de bijzonder lid voor BBG. Volgens mij ben de. Dus eigenlijk, alle land die man kan gaan BBG. En mij ben BBG eigenlijk, moest hij een bank te schrijven. Want als je look at money, als je actie aan voorzitter om mijn money in een kassa, dan zal hij. Ook is 5 hectare naar kraken. Breakfast mag ook wel bejaarde dorp of zo. Eet dat die recreatie zijn voor gewoon met money. Mij gaat dat de woord dat is ook dan aan money. Terwijl als je aan wat moeilijk principe gaat dan, die komt die
naar alles erop en eraan, iedereen naar natuur kopen, want ik denk nu maar eraan. Je hoort er al iets van. Ja, dankjewel voor uw bijdrage in Rashid Pierkans, Kerlaan Jorkel. President Santokki heeft onlangs een commissie geïnstalleerd, omdat, zoals u weet, was die anticorruptiewet wel aangenomen in het parlement tijdens de vorige regering, maar het is nooit uitgevoerd. En een van de redenen waarom ze het niet hebben uitgevoerd, omdat er ook geen... Die anticorruptiewet is een basiswet. Maar je moet daarentegen uitvoeringsbesluiten maken. Hoe moet het uitgevoerd worden? En die uitvoeringsbesluiten die ontbraken eraan. Dus nu heeft president Santokki er een commissie die 6 maanden er is, onder leiding van Carmen Rassam van het Openbaar Ministerie, geïnstalleerd om ervoor te zorgen dat alle uitvoeringsbesluiten, de mechanismen, bemensen, effectuering, alles erop en eraan moet gedaan worden, zodat dat ding nu praktisch te werk gesteld kan worden. Dit is Kala Jorkel. We doen het live vanuit Paramaribo, Suriname. Ik vind het nog heel aardig dat u uw tijd neemt om te luisteren, om te kijken. U weet dat we in een COVID-tijd zitten. Ik hoef u dat verhaal niet te vertellen. U weet dat ons uitgangsverbod is aangescherpt. Dat weet u ook al intussen. Het is nu van 8 tot 5 wat we moeten doen. Veel mensen doen het, hoor. Laten we dat ook even vasthouden. Heel veel mensen doen het wel. Maar je hebt altijd in iedere samenleving, dus we zijn niet een uitzondering, dat we zeggen dat het bij ons alleen gebeurt. Je hebt altijd in iedere samenleving een groep, procentueel kleine groep, procentueel altijd een kleine groep, die zich niet wenst te houden aan de regels vastgesteld door de staat, en ze dan die regels gewoon uitdagen en die staat uitdagen om iets te doen. Als we die mensen, want het gaat om een kleine groep, het gaat niet om de grote meerderheid. Het gaat om, als we die mensen investeren, die informatie omtrent COVID-19 in die groep investeren, waarom het belangrijk is, dan zijn we misschien in staat om ervoor zorg te dragen dat we besmettings van die virus naar derden kunnen gaan beperken. Maar we gaan die mensen moeten blijven informeren. En die buurten en die groepen zijn al geïdentificeerd. Men heeft ze geïdentificeerd. Maar men moet er informatie op losgooien. Is leuk om te inventariseren en die data-informatie te hebben. Maar als je niks doet met die data, blijft die data hangen. Dus wanneer dat bekend is, de buurten zijn bekend, de groepen zijn min of meer bekend, zonder dat we het specifieke groep op bepaalde doelgroepen gooien, want anders ga je straks een verhaal krijgen van Jan, Piet en Klaas, dat wil je natuurlijk niet. Maar je moet informatie op die groep losgooien. Je moet mensen van de buurt in werking stellen om die mensen te informeren. Je moet je DR-leden in werking stellen. Je moet je RR-leden in werking stellen. Je moet je bestuursdiensten erop losgooien. Er zijn genoeg mechanismen om die mensen te informeren, behalve massacommunicatie. Je moet boots on the ground hebben, wat we noemen boots on the ground hebben. Huis aan huis gaan in die buurten en die omgevingen die geïdentificeerd zijn als prime omgevingen waar mensen relatief minder begrip hebben voor de maatregelen van de overheid. Ik ben straks weer terug met meer Kala Jorkel. Tot straks. Dames en heren luisteraars, welkom terug tot gisteren, vandaag en morgen. Rashid Pierkans, Kala Jorkel. Dit is de aflevering voor woensdag 12 augustus 2020. Mijn naam is Farid Pierkan. Ik presenteer u deze uitzending. Een beller eerder vroeg over informatie ten aanzien van vakantiedagen en vakantieuitkeringen. Ik heb de informatie net binnengekregen en ik bedank Lita voor haar snelheid. Zo ziet u dat de kennis van Kala Jorkel niet hier zit, die zit daar. Dus Lita heeft me snel iets geappt en voor het gemak om het snel gemakkelijk uit te leggen. Dan moet ik dat artikel weer gaan lezen. Want als je heel lange artikelen voor me stuurt, dan heb ik er een klein beetje problemen mee. Even kijken wat het even neerhoudt. Is de helft van je loon. Is de helft van je loon en je maximaal aantal vakantiedagen, dat is gesteld op 12. Voor de rest van de informatie kun je gewoon het ministerie van Arbeid bellen en dan kunnen ze je wel de juiste informatie geven, omdat deze zaken zijn wettelijk vastgelegd.
En zo weten we dat ook al. Goed dat u er nog bij bent en luistert. Er gaan een nieuw aantal nieuwe districtscommissarissen bij komen. Hoogwaarschijnlijk worden die vrijdag beëdigd, hoogwaarschijnlijk. En er komen er 17 nieuwe. 17 nieuwe komen erbij. Erwin Linga, die gaat DC van Sipaliwini worden. Van hem is al bekend. En Erwin Linga was voorheen NDP-parlementariër. Hij is vlak voor de verkiezingen, dagweg 30 dagen voor de verkiezingen, is hij toegetreden tot de VHP toen. En nu wordt hij districtscommissaris voor het gebied Sipaliwini. De overige mensen die min of meer op de lijst staan, Warsha Bansidurga, Ricardo Bolla, Melvin Clemens, Vliegens Javinde, Senrita Gobardan, Josta Lewis, nu moet ik even kijken hoe je dit uitspreekt. Dinge. U weet wel wie het is. Verder nog Mohammed Safiq Rajab, Suraksha Sital Hiransing, Merlu Sapa, Mohamed Gulaman, Michael Winter, Clyde Hunswijk, Olivia Domini, Luthi Meldenzoon, Marlene Joden en Walter Bojanski, die was eerder parlementariër van de politieke organisatie ABOP. Per 25 juni van dit jaar zijn de districtscommissarissen gelijkgesteld hun lonen aan departementsdirecteuren. Voorheen was de districtscommissaris zijn loon gelijkgesteld aan een onderdirecteur. Dan weet u dat ook weer. Goedenavond, u bent in de uitzending. Ja, Farid, goedenavond. Alsnog gefeliciteerd hoor. Het is 60ste jaardag. Oh, bedoel je 50? Oké, prima. Ja. Dankjewel. Het is 60, mijn 10 neemt dus het 50. Ja, ja. Maar waarover ik wil praten, is heel belangrijk. En dat is die opslag van die grote hoeveelheid ammoniumnitraat in onze woonwijk. En dat is vlak achter Nis, Duisburglaan. En daar is 2500 ton ammoniumnitraat van, ik meen, Houkes en Nieuwmond. Toch? Maar die verklaren dat ze alle veiligheidsprotocollen in acht hebben genomen. Maar het gaat erom, in Beirut is diezelfde hoeveelheid ongeveer tot ontploffing gegaan. En als u het gevolg heeft, heeft u eerst een kleine ontploffing gehad en daarna dat groot gedeelte. Waarbij 150 mensen dood gegaan zijn, 4000 mensen zijn gewond geraakt en 300.000 mensen raakten dakloos. Ik kan u meegeven dat wanneer dit, die volgens berekening van ons, 2,5 miljoen kilo of 2500 ton aan ammoniumnitraat een explosie veroorzaakt, toch, met de kracht van 400 ton TNT en alles binnen een straal van 5 kilometer rondom Duisburglaan kunnen vernietigen. Dan ga ik je indicatie geven wat die 5 kilometer eigenlijk inhoudt, die straal van 5 kilometer, is voorbij de brug, bij de Bosbrug, Meerzorg, en dan het depot van Shell of Sol, zo je dat noemt. Als dat ook tot ontploffing komt, bestaat Paramaribo niet meer. 5 kilometer vanuit Duisburglaan passeert ook Marcelstraat, uw huis en alles. Schoi en niemand gaat bestaan. Johannes Poenerastraat. Ik ben ook erin. Ik ben tussen Marcelstraat en die Duisburglaan. Dus niet ver van u, niet eens 2 minuten afstand van u. Maar dan besta ik er ook niet. Toch? Maar het gaat erom een straal van 5 kilometer. Dus ik zou voorstellen dat de president van onze Republiek Suriname, Chan Santokki, direct de opdracht geeft aan de minister van Defensie en de politie, justitieminister, meneer Amoksi en mevrouw Krishna Mathura, om dat zaakje te gaan verhuizen. Helemaal naar Paranam, waar Suralco is. Daar is het veilig. Want als daar iets onveilig zou gebeuren, ja, daar is in een straal van bijna 5 kilometer niet veel te vinden. Ik heb dus, dat zijn dus die mijnen en zo. Maar in elk geval, als ze zo ver konden brengen,
Want nu kan je hier, je kan het zo vergelijken. En vooral, kijk, vandaag hadden we een temperatuur van bijna tussen de 31 en 34 graden Celsius. En dit ding gaat tot ontploffing, toch? Wanneer het te heet wordt, dan gaat hij beginnen, dan gaat hij exploderen. Ja? Dus je hebt weinig aan toe te voegen, waaronder hitte of een kleine explosie, de druk die de hoeveelheid ammoniumnitraat de lucht in kan laten gaan. We onderschatten dat ding, maar de regering moet echt werk van maken, toch? Wij zijn op bepaalde leeftijd, ik ben iets ouder dan u, maar in elk geval, het gaat erom dat ik dat niet wil meemaken. Want wat ik in Beirut gezien heb, is helemaal funest geweest voor Libanon, toch? Die hoofdstad van Libanon, Beirut. Een hele omtrek bijna, je kan schatten, meer dan 5 kilometer heb je stukken gevonden van bepaalde dingen. En 4000 mensen raken gewond. Ja. Evengoed kan dat die 4000 mensen doodgegaan zijn. Dus dat is mijn zorgpunt, dat is één. Mm-hmm. Tweede wat mij ook hindert is dat wanneer je het roer hebt overgenomen, ik weet dat je pas 3 weken in het zadel zit, maar je moet koet te koet een beetje versnel bepaalde zaken kunnen doen. Anders ga je, want je hoort van die 297 miljoen US dollar die Kromosuto overgemaakt heeft naar Virgin Islands. Ja, Virgin Island. Hoort u mee? En ja, ik ben er nog. Als we niet snel zijn, want dan wordt het naar Virgin Islands gebracht. En als meneer Hoefdraad daar ergens ondergedoken is, gaat hij dat geld overzetten op een andere rekening, bijvoorbeeld in Bahamas of Sint Maarten. En dan vliegt hij naar Sint Maarten of Bahamas, bij wijze van spreken. Is dat aan mij genoeg zijn, toch? Want als ze van hieruit hem weggesmokkeld hebben, ik geloof niet in die advocaten van hem, hoor. Die mogen op het dak gaan zitten en gaan gillen. Omdat ik weet dat die man niet in het land kan zijn. Als die man in het land zou zijn, elk een die hem ziet, zou hem herkennen, want hij is opgezet. Oh, ik bedoel, het is een postuur. Je kan hem ook niet in een septic tank stoppen, want hij gaat het niet lang volhouden, hij gaat vluchten. Maar het gaat erom, als hij van land tot land het taakje overmaakt, dan blijf je aan het zoeken. Dus ik weet niet hoor, met alle respect voor de regering en met alle respect voor de president en de VP en hun ministers. Maar als jullie niet snel handelen, dan mag je het vergeten, want ik weet het niet. Okay. Je hebt zoveel. Prima. Er zijn zoveel wetten gemaakt. Je hebt nu een constitutioneel hof, toch? Maar je gaat nu 6 maanden wachten voordat er gerapporteerd wordt dit gaan doen. Je moet direct handelen, maak desnoods een decreet en dan ga je direct handelen. Daarvoor heeft het ook gezegd, maar die voorzitter, meneer B, heeft hem toen afgehaakt van je hebt maar 2 minuten. Dus niemand, ik weet niet waarom men zo kort. Kijk, als voorzitter van assemblee. Prima, maar u gaat nou... Moet je de coalitie... Ja, maar kunnen we nog een beetje afronden, want we gaan naar een ander onderwerp nu. Ja. Ja. Oké. Okay. Maar het gaat bij mij daarom waarom de coalitie traineert om bepaalde zaken direct te kunnen doen. Okay. Prima, dankjewel. Laten we bij het eerste gedeelte beginnen. En dat is een vrij goede opmerking. Libanon heeft ons een wake-up call gegeven wat in Beirut is gebeurd. Beirut is de hoofdstad van Libanon. En iedereen heeft dat kunnen volgen, wat voor ravage er heeft plaatsgevonden. En wat voor mensenleed er heeft plaatsgevonden. En uiteraard zijn deze stoffen ook in ons land. Wij kunnen er niet gevoeglijk van uitgaan. Kijk, nu het is gebeurd in een ander land, dan valt het direct bij ons op, hebben we dit product ook? En het blijkt dat we deze stoffen ook hebben. Dus wij mogen als staat niet erg gevoeglijk mee omgaan van oké, omdat het bedrijf het heeft gezegd,
Het is goed beschermd, dan moeten we ervan uitgaan, ja en amen, het is goed beschermd. Daarvan kan een overheid niet van uitgaan. Ik weet niet of er speciale wetgeving ervoor is, want je moet ook wetgeving ervoor hebben. En zover die wetgeving er niet voor is, kunnen ze kijken hoe de Nederlandse wetgeving op dit stuk eruit ziet. Want de Nederlandse wet kan dan als voorbeeld gebruikt worden. Je moet wetgeving ervoor hebben hoe je deze stoffen moet opslaan. Het gaat dan niet alleen om dynamiet, het gaat om TNT, het gaat ook om vuurwerk, het gaat ook om pesticiden. Hoe je al deze stoffen moet opslaan. Maar ik denk niet dat er speciale wetgeving ervoor is. Want alles dat je doet en welke handeling je ook wil doen, dat niet volgens een wet is geregeld, is het op basis van goodwill van een bedrijf en op basis van een goodwill van een bepaalde burger en of burgers. Dus het is zaak dat inderdaad wat zich nu heeft afgespeeld in Beirut en we nu ook weten dat die stoffen hier in ons land zijn. Bedrijven hebben wel gezegd, het wordt goed bewaakt. Ja, oké. Wie controleert dat? Wie zegt maar dat of dat waar is? Moeten we er gevoelig van uitgaan omdat zij het zeggen dat het klopt? Er moet ergens een structuur zijn om die samenleving gerust te kunnen stellen. Wat ze zeggen correct is. En die organisatie die die samenleving gerust kan stellen, dat is alleen die overheid. Dat is alleen de staat. Want de staat ordent samen met het parlement die samenleving. Dit is Kulla Djorkul. We zijn nog live vanuit Paramaribo, Suriname. U weet, ons heel onderwijs is door het coronavirus totaal ontwricht. Toen het allemaal begon, begin maart. Het begon direct na Pagwa, want onze grootste, laatste festiviteit in ons land was Pagwa-viering. Daarna brak all hell los met het COVID-virus. Ons heel onderwijs werd ontwricht. We hebben het nog steeds niet op spoor waar we het willen hebben. In alle panic situation begon iedereen te scramblen. Iedereen begon te scramblen. Plotseling online onderwijs, terwijl er nergens ooit een structuur ervoor is gemaakt of was geweest. Hoe gaan we om met online onderwijs? Maar iedereen begon te scramblen. Iedereen begon wat te doen, want het moet doorgaan. Die kinderen moeten les krijgen. Die kinderen moeten scholing hebben, maar die scholing, daar kunnen we die kinderen niet meer. Dus we hebben wreed gescrambled. Maar ondanks die scrambling, wat we hebben gedaan, in alle paniek, met alle mooie bedoelingen, hebben die kinderen niet op een correcte manier onderwijs kunnen volgen. Niet op een correcte manier. Dus nu moet het ministerie nog ook een besluit gaan nemen. En Marie Levens heeft gezegd, ze gaat het besluit pas nemen als die wordt gedragen door de actoren, om te kijken als er automatische doorstroming van niet-examenleerlingen kan plaatsvinden. Met andere woorden, kinderen die in een klas zitten, oké, huppelakee, iedereen over, jippiekajee, weet je. Bam, in de volgende leerjaar. En in de volgende leerjaar, dan gaan we in de eerste kwartaal gaan we wat inhaalslagen maken en dan gaan we kijken of je de juiste capaciteiten hebben. Ze moet dat besluit nog nemen, maar ze zegt, ze gaat het niet alleen nemen. Ze heeft wel al gesprekken gevoerd met de actoren, de belanghebbenden in die sector, in ons onderwijssector, en die gaan dan weer met hun mensen moeten praten van, hey, is datgene wat wij willen gaan doen, is het wel correct? Gaat het enig effect hebben? Hoe moet het te werk gaan? Dus daarom zei ik al eerder, we hebben drie primaire uitdagingen. Voorlopig hebben we drie, behalve alle andere zaken die we kunnen zeggen, oké, dat is ook belangrijk, pompgemaal kapot, is ook belangrijk, we lopen onder water, is ook belangrijk, onze goten zijn verstopt, onze wegen zijn kapot. Alles is in principe belangrijk, want als alles kapot is, is alles belangrijk. Nu is de vraag, je gaat ergens down the road een priority moeten stellen. 1. De financial situation van dit land moet snel onder controle komen, want we kunnen die koers niet op laten gaan. Dat kan niet, want dat ga je direct merken in die supermarkt. Dat ga je direct merken bij die spin-off in de lonen. Vooral waar mensen nu ook al geen werk hebben. Mensen hebben geen werk, omdat de bedrijven zo goed als half dicht zijn. Bedrijven draaien niet optimaal meer. We draaien niet meer als het vorig jaar. Niemand draait als het vorig jaar. De enige mensen die hoogwaarschijnlijk kunnen schommelen, er zijn een paar bedrijven die hebben genoten van de faciliteiten die de vorige regering ze heeft gegeven op basis van een non-beleid en op basis van non-inschrijving hebben ze ook waarschijnlijk miljoenen gemaakt zonder een fair competition. Die kunnen nog gaan hobbelen. Maar het overgrote deel van het bedrijfsleven, die in fair competition heeft meegedaan, die scrambelt ook. Iedereen scrambelt voor survival. Wij scramblen ook voor survival, let's be serious.
We scramblen ook voor survival, maar dat laten we niet werken. Maar we proberen creatief, zoals alle andere bedrijven, proberen we allemaal creatief te zijn om dat ding ongoing te houden, om dat ding floating te houden en om te zeggen, hey, kijk, weet je, we willen mensen niet naar huis sturen, want dat is niet netjes. En daarvoor gaat er veel begrip moeten ontstaan, want werk is er niet. Let's be serious. Hoeveel zijn geen bedrijven bijgekomen? Er zijn bedrijven dichtgegaan en er komen geen nieuwe bedrijven voorlopig bij. Dus die financiële huishoudens moet die overheid intact krijgen. Dat is hun werk. Dat is één. Eén. Tegelijkertijd moeten ze ervoor zorgen dat COVID-19, het coronavirus, dat ons allemaal raakt, ook onder controle komt. Want u merkt dat door de maatregelen van de overheid een aantal bedrijven gewoon niet meer open kunnen. Kijk, die casinosector. En sommige mensen vinden het niet leuk, sommige vinden het wel leuk. Het hangt ervan hoe je ernaar kijkt. Maar er werken 15.000 mensen in die sector. Weet je waarover we praten? 15.000 huishoudens verdienen een dubbeltje in die sector. En die sector is dicht. Dus dan moet u nagaan, dan kunnen we zeggen, oké, het is leuk dat die casino's dicht zijn. Je hebt jij, want ik gok toch niet, ik hou er niet van. Prima, dan heb je het van jouw kant uit bekeken. Maar heb je het ook bekeken, als jouw kinderen erin zouden werken en een baan daar zouden hebben en ze morgen geen baan hebben. Dus die overheid moet alle moeite doen, en dat doet ze ook, om een balans te vinden dat de bedrijvigheid doorgaat in ons land, die werkgelegenheid blijft, al is het op een lager pitje. En tegelijkertijd ervoor zorgt dat die burger, wij allemaal, inclusief mezelf, ons houden aan de rules en regulations. Want alleen dat kan ons redden. U bent in de uitzending, goedenavond. Goedenavond, meneer. Goedenavond. Ik had een vraagje wat dus van de banken. Als je gaat storten, moet je betalen. Moet je betalen. En als je ligt, moet je ook betalen. Is er een wet daarvoor? Want dat is me verbaasd. Want als ik geld stuur om te storten, moet zij of hij 20 gulden betalen. En als ik laat lichten, nu mag je niet met een check lichten. Dus dat is wat anders. En dan wil ik ook over die wilde bussen hebben. Wanneer gaan ze dan rijden? Kunnen ze niet een systeem vinden hoe ze dus die belkaarten verkopen aan winkels of waar de overheidskantoren zijn? Dat ze dus daarop gelijk een kleine belasting opzetten, 10-5%. En dat die mensen niet met geld gaan werken. En dat die buschauffeurs met die kaarten bij de overheid gaan en dan ontvangen. Dan weet je precies hoeveel en wat. Prima. Dat is mijn vraag, alstublieft. Oké. Dank u wel, dank u wel. Ja, dank u wel. Voor wat het laatste aangaat, het betalingssysteem en het model dat u zegt, het belkaartensysteem, zodat we niet meer met cash omgaan. Jerry was een keer minister, Miranda, ik weet niet of u hem nog kunt herinneren. Ik had hem dit voorstel ook al gegeven, het is geen rocket science. Je moet het idee hebben, en het is het idee van wat die meneer natuurlijk naar voren ook heeft gebracht. En je kan dat uitvoeren. De overheid kan precies weten daarmee hoeveel ritten je hebt gereden en hoeveel subsidie ik je moet geven. Maar ja, je moet het willen. Dus dat idee van die meneer is een goed idee. Maar wie durft dat uit te gaan voeren? Maar dat kan oké. Dus dat kunnen we meenemen als de bussen weer beginnen te rijden. Want die bussen hebben problemen, die kunnen niet rijden. En u weet wat het probleem is. Die coasterbussen nemen maximaal 25 mensen. En met COVID-19 kan je geen 25 mensen inpompen. Want daar worden we allemaal direct ziek van. Dan beladen we allemaal in het ziekenhuis. Dat willen we natuurlijk niet. En als je het wil uitberekenen hoeveel mensen in de bus kunnen. In zo'n bus kunnen maximaal 7 mensen dan gaan op COVID-19 protocollen. De vraag is, ja, stop je 17 mensen erin. Hoeveel ga je die mensen vragen voor een ritje? Want die bushouder moet uiteindelijk het verschil kunnen compenseren met gemiddelde 25 mensen passagier. Of laten we zeggen dat hij niet altijd 25 geeft, maar heeft een average van 20 mensen in die bus average, moet je met verschil ergens kunnen geven. Dus dat is te nemen. En de vraag is, als die 7 mensen in die bus stappen, wie doet die COVID-protocollen? Wie gaat handen wassen? Wie gaat sanitair? Wie gaat die dingen doen? Dus ik hoor iedereen erover praten. Ik hoor de PLO erover praten. En dan heb je nog ook een andere groep. Busorganisatie ook. Maar ik hoor die oplossing niet. Ik hoor die oplossing niet. En wat we moeten horen is, wat is je model dat je wel kan rijden? Je moet met een model komen dat uitvoerbaar is. En dat heb ik tot nu toe niet gehoord. Ik heb veel gehoord, ik wil rijden. Ik kan rijden. We kunnen rijden. Maar down the road, oké. Maar waar is die oplossing? Dat heb ik even niet gehoord.
Hoogwaarschijnlijk hebben ze het gezegd, maar daar heb ik het gemist. U bent in de uitzending. Goedenavond. Ja, meneer Pierkan, goedenavond. Goedenavond. Een vraagje, heel kort hoor. Ja, mevrouw. Is het correct dat een gekozen assembleelid tevens raadlid van een parastataalbedrijf? Graag, ga naar uw mening hierover. Ik hoop dat u weet wie, waarover ik het heb van en prima. Wie de persoon is. Oké, dank u wel. Ik dacht al, hoe laat gaat deze vraag komen? En kijk hoe laat het al is. Ja, kijk. Ik dacht, hoe gaat het komen vandaag? Ik wist wel dat het zou komen. De vraagstelling was, wanneer gaat het komen? En hoe laat gaat het komen? Kijk, laten we de persoon even vergeten. Iedereen praat erover. Mevrouw Reshma Mangray, parlementariër van de politieke organisatie de VHP. Gekozen parlementariër. In het district Wanica is onlangs toegelaten als lid van de Raad van Commissarissen van de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij. Mag ze zitting nemen in de RVC van een parastataal bedrijf. Laten we die dame even buiten beeld laten. Anders gaat het op een damesding lijken en dan lijkt het op een persoonlijk ding. Laten we het houden op de hoofdlijn van het verhaal. Ik heb nog nooit gehoord, of ik kan me vergissen, dat er ooit een parlementariër, een zittende parlementariër, plaats heeft genomen in een RVC. Ik heb het nooit gehoord, ik kan me vergissen. En al zou er één zijn geweest in het verleden, één is nul. Eén is in die tijd nul. Dus dat heb ik nooit gehoord. Wat ik wel heb geweten uit het verleden, is dat er altijd een dispuut was. Want bij meneer Adil Kalan, die toen parlementariër was van de NPS tijdens Nieuw Front, maar hij was tegelijkertijd ook directeur van het ministerie van Onderwijs. Er was een totaal conflict toen binnen het parlement en binnen de man zijn werkzaamheden. Maar ik heb nog nooit gehoord dat een parlementariër zitting neemt in een raad van commissaris van een parastataal bedrijf. En mijn mening, het is incorrect. Het is totaal incorrect. Het parlement is een wetgevend orgaan, is een controlerend orgaan van alle instituten van het land, inclusief de overheidsinstituten, inclusief de stichtingen van de overheid, want de overheid heeft ook een aantal stichtingen en ook een aantal parastatalen die niet vallen onder de paraplu van een stichting. Dat is het controlemechanisme van het parlement. En nu als er iemand, vergeet die persoon, nog gaat zitten. Hoe de heck? Ik bedoel, ik kon dat niet vatten. Het gaat niet om de persoon. Het gaat niet om de persoon. En het is ook geen vraag, mag een parlementariër nou een dubbele baan hebben of geen dubbele baan hebben? Want dat is een eindeloze discussie van zo heb je me niet. Want dan gaat iemand je vertellen, er is geen wetgeving ervoor. Dus omdat er geen wetgeving ervoor is, is what the heck. Let's do it. Maar het is niet juist. Het is niet juist. Ik denk dat de politieke organisatie VHP, die had hier voorgedragen om plaats te nemen, althans de parlementariër, vergeet die persoon even, want voor hetzelfde geld kon het iemand anders zijn, vanuit het parlement, is een incorrect besluit. Het is een incorrect besluit. En het gaat de partij achtervolgen. 5 jaar lang. vijf jaar lang. Hallo? Weet jullie, 5 jaar gaat het jullie achtervolgen. En dan gaat mevrouw Mangre 5 jaar lang achtervolgen. De persoon die ook heeft gezegd akkoord. Ook heeft gezegd akkoord. Het is een incorrect besluit. Ik heb het nog nooit gehoord. Tenzij een oudere luisteraar met meer politieke ervaring wat kan, mij corrigeert en zegt dat het wel is gebeurd. En dan kan je zeggen, ja, maar dat is altijd de eerste keer. Oké, peace, love, peace and happiness. Het is geen goed besluit. Kan niet, mag niet en het is niet correct. Het is niet correct. Ja, oké, dus dan kent u mijn mening ook op dit stuk. Dat gaat niet om de persoon, hè. Vergeet dat het even mevrouw Mangre is. Het kon voor hetzelfde geld kon het meneer Grus Rusland zijn. Het kon voor hetzelfde geld meneer Belfort zijn. Het gaat om het principe van kan een parlementariër
en die parlementariër zitting nemen in een raad van toezicht of zo u wilt in een raad van commissaris van een overheidsorgaan. Incorrect. Dankjewel. Dit is Rachid Pierkans Kal Ajorkel. We doen het live vanuit Paramaribo, Suriname. U bent thuis, want u moet al sinds 8 uur thuis zijn. Ik doe een beroep bij deze aan mensen die geen gehoor of nog geen gehoor geven aan de rules and regulations vastgesteld door die overheid, dat u zich dient te houden aan die regels. Vooral de boy, zal Gwent hangen, de mij chill, de man ik kan ze hangen, maar de mij chill, tapa uku. In nom chill moro tapa uku. In ook kan chill. Misschien was aan beschuiti voor hangen hangen, zien ze me voor door. Vooral dit, als aan een mooi weer toch, dat is aan een mooi weer. Maar winter waai, alleen nekko, dat is maar leuk. Voor we hangen, maar dere. Daar virus die, na virus ook kiris, maar ook kiriu toe. Of in een look boom, in een wanda tap zangen you. Hou dat vast. Is dat wie? Timer even. Timer even. Ko teka slag. Alamai teka slag. Want, o aguadoro tu, brada. Mi aguadoro tu. Is dat olanga mino shide matif mi? Olanga mino go chel tu? Mi wa go chel tu? Maar om teka slag. We moeten het even kunnen overbruggen. Tot we dat onder controle hebben. Dan kunnen we eens langzaam weer tot het normaal leven teruggaan. Maar we gaan het even samen moeten doen. Samen moeten doen. Goedenavond, u bent in de uitzending. Hallo? Ja. Mag ik praten? Ja, gaat uw gang. Ik spreek met de heer Ramessaar. Ja. Een vriend van jouw vader. We gingen samen herle vroeger. En hij werkte op Koffie Waggy. Ken je dat plaats, Koffie Waggy? Ja, wachtgebouw. Die gebouw SMS. Ja, hij was douane, hij werkte daar. Ja, hij reed op een scooter. Ja. Een blauwe scooter. Ja. En zijn vriend was Ashroef Adimer. Hij woonde in de highway. Ze waren samen naar Amerika gegaan voor hard. Correct. En zijn dingen is teruggekomen van het vader. En na een week is Ashroef teruggekomen. En dan gaan we samen, ik had een Volkswagen. Dan gaan we samen hengelen naar het Vriendsbeleid. Bij Atom, Quata. Ja? Ja. En ik ben 92 jaar nou oud. Dus ik wou al lang een keertje, ik kan die Aja ook. Ze gingen met een mobilet rijden. En dan, als we gaan zingen, dan komt hij kijken. Hoe zingen wij? Dan gaan we naar Afros. En dat was het. Is goed. Dank u wel voor de mooie herinneringen. Dit zijn mensen met heel mooie leeftijden, 92 jaar. Hoeveel van er zijn er in ons land met zo'n mooie leeftijd? En ik bedank de mensen voor de mooie herinneringen die ze mogelijk met mijn vader, al dan niet met mijn grootvader, hebben meegemaakt. En dat die mensen althans nog in leven zijn. En ik wens ze goede gezondheid. Dat ze die herinneringen kunnen delen. Maar wat u moet doen, is alleen maar een advies. Is alleen maar een advies, geen verplichting. Isabi, is iedere familie, wie u ook bent, waar u ook bent, u hebt een geschiedenis. Iedereen heeft het. Het heeft niks te maken toevallig met omdat ik op de tv ben, dat mijn vader kwam je daar tv. No. Iedere familie heeft een geschiedenis. Iedere familie heeft een verhaal. Het is altijd adviseerbaar. Leg de verhalen van uw familie vast. Leg de verhalen van uw moeder, uw grootmoeder, uw oma, uw overgrootmoeder, leg het vast. Om een boek uit te geven is kostbaar. Laat me u dat zeggen. Om het vast te leggen in een boek is kostbaar. En dat gaan vele mensen waarschijnlijk niet kunnen betalen. Maar wat u wel kunt doen, vertel het verhaal en laat het ergens tapen. Op een cd of op een digitale USB-stick. Vertel het verhaal. Zodat dat tenminste bewaard kan worden
en overgedragen kan worden aan uw kinderen. Uw kinderen vullen hun verhaal bij en zo gaat het door naar alle mensen in de toekomst. En dat kunt u doen. Dus als u lekker een keer zit en u hebt tijd tijdens COVID, u hebt tijd, want u bent thuis, je kan nergens gaan. En hoogwaarschijnlijk weten een heleboel mensen ook niet meer wat ze moeten doen. Dan probeer dit mee te nemen, want hoogwaarschijnlijk hebt u andere dingen. Maar neemt u dit mee en babbel. Babbel, praat. Praat met een paar families, kom een beetje lekker bij elkaar. Maar niet meer dan 5 voorlopig, weet je wel. En tape het. Sommige mensen houden niet van schrijven, dat is lastig. Een boek uitgeven, dat is kostbaar. Maar tape pas aan. Dan is het vastgelegd en dan ga je zien dat hoogwaarschijnlijk na 300 jaar iemand uw bandje gaat vinden. Iedere familie heeft iets. Leg het vast. U bent in de uitzending, goedenavond. Dag meneer Pierkan, dat is Sophia. Ah, Sophia, ga je van jou ook vastleggen? Meneer Pierkan. Ja. Ik heb de laatste 2 minuten van je gemist. Oh, je hebt het gemist? Ik moet mijn radio gaan uit. Ik had het erover of je levensverhaal gaat vastleggen. Nee, ja, van uw vader, dat verhaal bedoelt u. Nee, of jij jouw levensverhaal van jouw familie gaat vastleggen. Nou, weet je hoe lang dat duurt? Ja, maar je kan het toch typen met een voice recorder, als je eens gezellig bent met mensen. Meneer Pierkan, dit hoor je laaier, hè? Ja, maar daarom typen het hoor je toch. Nou, over 300 jaar, de moffin in Abantiview. De Abantiview had een historische waarde. Dan gaat jouw voiceband verkocht worden, like een Rembrandt schilderij. 300 miljoen. Begrijp je? Nou, ik heb een foto waar ik met meneer Ramo Tarsing op sta. Ja. Die bewaar ik hoor. En met Guillermo Samson. Oké. Ja. Die bewaar ik. Bewaar het, ze gaan het over 500 jaar vinden. Maar ga je gang. Maar wat ik wilde zeggen. Ga je gang. We hebben het over belangenverstrengelingen. Mm. Weet je, we moeten echt een keer gaan stoppen met die dingen in het land. Hè? Meneer Brunswijk is een tijd toen mevrouw Amafo minister was op sociale zaken, was meneer Brunswijk, was ook beleidsadviseur op sociale zaken. Dat kan niet. Meneer Brunswijk heeft diensten afgenomen van meneer Benschop van het Nationaal Leger. Het kan niet, want jij als DNA-lid moet de regering controleren. Hoe wil meneer Brunswijk meneer Benschop aanspreken op zaken die niet goed gaan? Het bestaat niet. We moeten stoppen met dit ding. Er moet gewoon 1 streep getrokken worden. En niets van gedogen. En niets op het randje. En net onder de wet of net boven. Nee. Afgelopen. Een streep trekken door dit soort dingen. Het is hetzelfde met meneer Hooghart wordt DNA-lid, maar blijft vakbondsleider. Ja. Wie houdt wie nou voor de gek? We zitten in een samenleving waar we constant misleiding om ons heen hebben. Constant. Het is niet goed. Je krijgt chaos. We willen terug, meneer Pierkan, naar orde en discipline. En als het niet op de normale manier kan, dan moet het op een andere manier. Net als met die COVID-regels. Het irriteert me mateloos hoe mensen bezig zijn. Van de week was ik bij een Chinees. Ik stap uit mijn auto, ik zie een meneer uit de auto stappen zonder een mond- en neuskapje, of zonder het mondkapje. Vliegt die winkel binnen. Toen dacht ik bij mezelf, als hij nog in die winkel is, als ik er ben, is het oorlog. Want zo reageer ik op dit soort dingen, hè. Dus op een gegeven moment zie ik op de ruit rennen. Dus ik ga naar binnen en ik zeg tegen die vrouw, ik zeg sanator die zie. Ze zegt tegen me, nee, je hebt iets maar zonder een mondkapje. Die man gaat terug naar zijn auto, pakt zijn mondkapje en komt binnen. Hoe komen we aan dit achterlijk gedrag? Want dit vind ik achterlijk gedrag, hè. En goed dat die Chinees dan zegt, ik help je niet, want dat zijn de regels. Maar mensen weigeren gewoon pertinent zich aan regels te houden, waardoor de rest van de samenleving, die zich wel aan die regels wil houden, moet onder al dit soort regels en toestanden gaan leiden. We moeten echt dit soort mensen met de harde hand aanpakken. En meneer Pierkan, we moeten niet praten over 10.000 SRD-boete, want dat is niet haalbaar. Vanmiddag had de meneer het ook gezegd op de radio.
Je moet de mensen op een andere manier straffen. Je krijgt lekker een oranje ketelpak aan. En je mag een week lang de straten gaan schoonmaken waar je opgepakt bent. Dan gaan ze het afleren. Dag meneer Pirkan, fijne avond. Oké. Ja, ja, dankjewel, dankjewel. Wat het laatste aangaat, dwangstraf, kijk, dat kan de politie niet doen. Dat mag de politie ook niet doen. Dat kan alleen bij een rechter uitgesproken worden. Dus wanneer we zo zeggen, ja, als je iemand oppakt, laat die gaan basement en laat die gaan harken. Dat kan niet. Het is een geordende maatschappij. Wil je dat ook doen, dan kan alleen een rechter dat uitspreken. Om te zeggen, oké. Dat is die straf van die man en op basis van de straf die ik, man die ik hem geef, moet hij de straten gaan schoonmaken. Maar zo eigendunkelijk mogen we niet, anders krijg je ook anarchie. En dan krijg je ook machtsdronkenschap binnen het systeem. Dat je willekeur ook misschien mensen kan gaan kiezen die het doen en wie het niet gaat doen. Dus het zijn leuke dingetjes, maar alles dat we willen doen in een dwangmodel moet volgens een geordend systeem ook gaan gebeuren. Maar goed, wat COVID-19, dan ga ik zeggen, het is, we moeten informatie, ik blijf erbij. Het is niet ingewikkeld, je moet het in kaart brengen. Je kent de buurt, je kent de omgevingen. En dan moet je er informatie op losgooien. En je moet boots on the ground, je moet mensen hebben in de buurten, want ook die buurten zijn bekend. Die omgevingen zijn ook bekend. We hebben RR-lieden toch? We hebben DR-lieden, toch? We hebben buurtorganisaties, toch? We hebben sociale organisaties. We hebben religieuze organisaties. We hebben ze allemaal. We hebben ze allemaal. Die mensen moeten gemobiliseerd worden, georganiseerd worden, om in die buurten die informatie te brengen. Huis aan huis, man to man, zodat mensen het begrijpen. Dat moet op gang gebracht worden. Goedenavond. U bent in de uitzending. Goedenavond, meneer Pirkan. Goedenavond. Hoe gaat het met u? Goed, hoe gaat het met u? Hoe gaat het met u? Ik doe mijn best. Oké, is goed. Ik doe mijn best, meneer Pirkan. Geweldig, geweldig. Gaat uw gang. Meneer Pirkan. Ik wil even over hoofddraad praten hoor, die Kees over hoofddraad, hè. Mensen zeggen hij is gevlucht, anderen zeggen hij is hier in het land. Ik weet niet wie je moet geloven, wat je moet geloven. Ik vind dat een beetje, dat is mijn mening hoor, niemand hoeft met me eens te zijn. Ik vind dat een beetje politieke mee wordt gespeeld. Oké, maar nu een vraag, ik wil graag antwoord van u. Als ze hoofddraad hebben opgepakt en al die anderen die ze verdachten, die met staatsmiddelen vandoor zijn gegaan, hebben opgesloten. Wat about dat geld? Komt dat geld terug in staatskas? Oké, als u want klaar bent. Als het ware, even meneer Pekan hoor. Even ja. Meneer, nee, mag ik doorgaan? Even ja, ja. Ja, gaat u gaan. Oh, want dat is voor mij belangrijk. Het geld toch? Het geld moet dan terugkomen toch? Gaat het geld terugkomen, dus ik wil het graag van u horen. Ja. Oké, is goed, dank u wel. Die mevrouw die daarnet had gebeld. Ja. Over COVID, toch? Die man is zonder mondkap in de winkel. En dat is nog niet alles. Meneer Pirkan, een vrouw van 86 jaar. Let wel, ik zei 86 jaar, want ik zei niet 68. 86 jaar. Ze heeft me gewoon gezegd, ze loopt niet met een mondkap. Wat is geen boeboelaas? Ja. Ja, die burgers dus heb je daar ook, hè? Heb je het, hè? Ja. Nee, maar meneer Pekan, ik mag me echt zorgen. Kijk hoeveel. En weet je, oh ja, daarover gesproken, hè? 30, toch? Men had dus gezegd 30. En plotseling hoorde ik vanmorgen 38. Ja. Maar waar komen die 8? Dus ik heb het over die mensen die zijn komen te ontvallen, hè? Maar waar komen die 8 plotseling? Wordt dat ding niet regelmatig, concreet gehouden of zo? Oké, dat ga ik je straks vertellen. Prima? Ja. Oké, dank u wel, dank u wel. Voor wat het laatste aangaat, de data-informatie aangaat, waarbij de mensen eerst hoorden dat er 30 mensen zijn te komen overleden. En plotseling hebben ze het zien springen naar 38 of 39, hebben ze zien springen van die mensen af. Zoals iets van, ja, maar waar komen ze? Wat ik heb begrepen is dat die verschillende ziekenhuizen nog niet gekoppeld waren
aan die database waarin die informatie naartoe moest gaan. Want de mensen die zijn komen te ontvallen, zijn niet op één plaats komen te ontvallen, maar bij verschillende ziekeninrichtingen en ziekeninstellingen. En die data-informatie was nog niet gestreamlined, zodat het naar één centraal punt kon gaan. Dus toen ze dat hebben gedaan, dan kreeg je plotseling pap, een hype, een spike kreeg je. En dan hebben we een plotseling zien springen naar 38 of 39. Dus nu hebben ze het wel. Dus nu gaat het wel op de juiste manier naar buiten moeten komen. Dat is. Wat de kwestie hoefdraad aangaat, is dat het openbaar. Je moet weten, de kwestie hoefdraad is geen regeringsaangelegenheid. Het heeft niks meer te maken met de regering. De kwestie hoefdraad is een kwestie van het Openbaar Ministerie. En het Openbaar Ministerie is de rechtelijke macht, is de vertakking van de rechtelijke macht. En die opereert apart. Dus het heeft niks te maken met Santokki, heeft niks te maken met Belfort, heeft niks te maken met Gayadin, Gregory. Nee. Die man is niet klaar. Die zaak is nou bij het Openbaar Ministerie. Dus de operatie die wordt uitgevoerd door het OM, het Openbaar Ministerie. Zij voeren die operatie uit. En zij hebben toen, om u terug te brengen in een nutshell, hebben ze het verzoek naar het parlement teruggebracht voor de staat van beschuldiging. Het parlement heeft het goedgekeurd en met die goedkeuring heeft het Openbaar Ministerie gezegd, nu kan ik verder. Want zolang ze die goedkeuring niet hadden, konden ze niet verder. Dus wat moeten ze nu doen? Nu moeten ze die meneer zeggen, dat is meneer Hoefdraad zeggen, meld u zich aan. En de persoon in kwestie heeft zich niet in aangemeld. En dat is gebruik voor iedere burger. Het is niet speciaal voor meneer Hoefdraad. Het is gebruik voor iedere burger die gezocht wordt door het Openbaar Ministerie. U ziet toch wel vaker publicaties van opsporing. Misschien valt het u nu op, omdat het een persoon is die u niet zegt. Maar deze valt op, omdat dit een gewezen minister is, valt het op. Maar doordat de meneer in kwestie zich niet heeft aangemeld, dan krijg je dat het Openbaar Ministerie een opsporingsbevel uitvaardigt. En dat hebt u gezien in de krant. Het wordt gepubliceerd. Gezocht, meneer Gilmer Hoefdraad, pietje puk. Dus nu, wat het Openbaar Ministerie met zo'n opsporingsbevel heeft gedaan, door het te publiceren, heeft het Openbaar Ministerie niks anders gevraagd aan u en aan mij, help me. Dat heeft het OM gevraagd. Het OM heeft gezegd, kijk, ik zoek hem, maar ik kan hem niet vinden met mijn apparaat. En het apparaat van het Openbaar Ministerie is de politie. Ik kan hem niet vinden. De man in kwestie heeft zich niet aangemeld. Dus ik ga nou het verzoek doen aan de bevolking. Dames en heren, als u deze man ziet, belt u de politie. Dat is een opsporingsbevel. Opsporingsbevel is niet alleen de politie zoekt hem, jij zoekt hem nu ook. Dus het is jouw plicht als burger nu, mocht u de persoon in kwestie ergens zien, dat u de politie doorgeeft. U kunt niet handelen, want u hebt geen bevoegdheid om te handelen. Dus nog een lalo's aan, begrijp je? Ja, wij leiden de politie. Daarop is er een opsporingsbevel. Gezocht. Wanted. Prima. Dus de man in kwestie heeft zich nog niet aangemeld. Maar via zijn advocaten heeft hij wel een rechtszaak ingediend. En die rechtszaak gaat 27 augustus voor bij de rechter. Maar het kan niet meer zo zijn dat men zegt, ja, omdat ik een kort geding aanhangig heb gemaakt, dan houdt die opsporingsbevel geen stand. Nee, dat zijn twee losse zaken. Dat zijn twee complete losse zaken, want iedereen mag naar de rechter. Jij ook, ik ook. Iedereen mag gaan huppelen bij de rechter. Maar het Openbaar Ministerie is een aparte operatie dat niks te maken heeft met een kort geding die bij die rechter zit. Niks te maken. Het zijn twee afzonderlijke zaken. Dus de man moet zich aanmelden. En zo niet wordt hij gepakt. Of zo niet gaat de politie hem identificeren en hem ophalen. En wanneer hij is opgehaald, of gepakt of geïdentificeerd door u als burger, dan gaat hij ondervraagd worden door een speciale rechercheteam. En dan gaan ze hem de feiten voorhouden van waarvan hij verdacht van wordt. Maar hou ook vast. Het hoeft niet zo te zijn dat de man iets heeft gedaan. Hou vast. Want als de man zich goed verdedigt,
Want in zo'n kwestie moet het Openbaar Ministerie bewijzen. Het Openbaar Ministerie moet tegen meneer Hoefdraad bewijzen, jij hebt gestolen. De verdachte hoeft niks te zeggen. De verdachte kan gewoon zeggen tegen die mensen die hem interviewen, ik mag gebruik van mijn zwijgplicht. Mag ik een McDonald's intussen tijd? Komt er weer een vraag. Wat about deze stukken? Ik mag gebruik van mijn zwijgplicht. Mag ik een orchard intussen tijd? Dat mag een verdachte doen. Brada, dan ga je dit krijgen. Piep. Moeilijk, hè? Het zijn ingewikkelde processen. En uiteindelijk, als het Openbaar Ministerie de mening is toegedaan. Hé, weet je, de man heeft niks gezegd. Hij houdt zijn kaken stijf. Dan gaan ze hun dossier maken en dan gaan ze wel die case brengen naar de rechter. Dan is het gelijkspel daar. Gelijk. Bij de rechter is het gelijk, hè? Want dan heeft verdachte recht op advocaten die gaat zeggen, mijn persoon heeft niks gedaan. Zijn jullie nou betoeterd? En dan gaat het OM ook daar moeten bewijzen. Uiteindelijk in dat spel daar, dan neemt de rechter een besluit. Zo werkt dat systeem. Mocht de persoon in kwestie, of mocht iemand in zo'n geval veroordeeld worden, dan is de vraagstelling, waarvoor is die veroordeling? Waarvoor? Want er gaan verschillende feiten aangekaart worden. Voor welke van de feiten gaat die veroordeeld worden? Gaat die ook veroordeeld worden om te zeggen, ik heb je gepakt omdat je 10 cent hebt gestolen en voor die 10 cent krijg je 3 jaar. Ik geef maar een voorbeeld. En dan gaat hij 3 jaar lekker zitten, maar dan heb je dat geld nog niet terug. En dat is die vraag nu, waar mensen zeggen, peamonide, in geval er werkelijk sprake is van vermissing van geld. En hoe krijg je dat geld terug? En dat is een ander verhaal die ik jou ga vertellen in de aflevering van zaterdag. Hoe krijg je dat geld terug, zover er sprake is en het is vastgesteld dat er geld gestolen is. Want dat moet eerst vastgesteld worden. Dan pas komt de fase 2. Famo kis amoni baka. En dat vertel ik je zaterdag in Kalajorkel. Ik moet het een beetje spannend voor u houden, toch? Oké. Mijn groetie. Een fijne avond verder. Deze woensdagavond. En inshallah ben ik er weer zaterdag met een andere aflevering van Rashid Pirkans Kala Jorkal. Ik groet u, Ram Ram. Namaskar, goede havis. Zalam alaikum, dit was Rashid Pirkan voor Rashid Pirkans Kala Jorkal. Dag.